Een vriend heeft zelfmoordgedachten. Wat kan je als vriend doen? Je kunt beginnen met gewoon te praten ermee met die persoon, te luisteren vooral of gewoon. Duidelijk maken aan die persoon dat je daar dag en nacht voor klaar staat, dat je bereid bent om te luisteren als er iets is. Dat je de persoon gewoon steunt en probeert te motiveren en het leven anders laat zien. Elk ding dat jij voor die vriend gaat doen, is een reden extra om te blijven leven. Je hebt één iemand nodig dat zegt, kijk Maarten, blijf hier, want ik zie nu zo graag. Dat is waar. Ik denk dat eigenlijk vooral het belangrijk is dat je er bent voor die persoon. Dat je zorgt dat die persoon met u kan praten. Dat die alles kan zeggen tegen u. Iedereen zijn leven mag nog zo perfect zijn. Die problemen gaan anders zijn dan bij u. Maar iedereen heeft zowel zijn eigen issues. Het is ook altijd een zelfmoordlijn, denk ik wel. Dat dat heel handig kan zijn als je daar met niemand van familie of vrienden kan over praten. Psychologen, dat is echt geen taboe meer. Hè. Ik ga persoonlijk ook naar een psycholoog. Ik heb ook wat shit meegemaakt. En dan zou ik zeker zeggen tegen die vriend van... Probeer daar naartoe te gaan, probeer dat te bellen en die zullen je sowieso helpen. Als dit gebeurt, dan kan je gelukkig verschillende dingen doen. Ik denk het eerste wat je moet doen is heel goed met je vriend spreken en hem of haar laten voelen dat ze niet alleen zijn, dat er andere oplossingen zijn, want die zijn er zeker. Een andere optie is om andere mensen in te schakelen. Als je het gevoel hebt dat je er niet genoeg over weet, zijn er altijd lijnen die je kan contacteren om hulp te vragen, om raad te vragen. En zij kunnen u altijd verder helpen, zowel u als uw vriend. Dus zeker niet twijfelen om ook andere mensen erbij te betrekken. Je kunt dat ook anoniem doen, je hoeft niet altijd uw naam te zeggen. Dus je bent altijd safe.